avond een leuke kerstdagen hier op Tenerife. We hebben vanavond genoeg uur terug te vliegen naar Amsterdam. Verwachte vliegtijd zo'n 4 uur en 20 minuten. Ons officiële schema vertrektijd is over 20 minuten vanaf nu. Bijna alle passagiers zijn gelukkig al ingestapt. We wachten dan nog even op het beladen van de laatste koffers. En zullen dan toestemming vragen de motoren op te starten. Het vliegtuig zit vandaag volledig volgeboekt. En om toch ruimte te bieden aan iedereen qua handbagage, verzoeken wij u vriendelijk alle tronies en grotere items te plaatsen in de bagagebakken boven u. En kleinere stukjes bagage, zoals eventuele handtassen, te plaatsen onder de stoel voor u. Op deze manier is het plek. Heel veel wind stond er toen. Ook vertraging en al het wind gewoon.
aanzet op de verlichting van het decorende riemen vast en adviseer u gedurende de verstoring losjes gesloten te houden. Dit in verband met eventuele onverwachte turbulentie. Als u straks weer op bij het openen van de bagagevanger zou handbagage uit kunnen vallen. We maken u er nogmaals op attent dat de roken aan boord nergens is toegestaan en onze toiletten zijn uitgerust met een zeer gevoelige rookmelding.
was u al bij het openen van de bagagebak en ik hoefde u te roepen dat u niet van waardevolle spullen bij ons wordt achtergelaten. De overtroep loopt voor u en onder u zo. Voor de rovers onder u is dit nu doorgestaan wanneer u in het luchthavengebouw bent aangekomen. Maar dan alleen inderdaad door aangegeven roversgebieden. Welke aan de tijd? De 7 minuten over 1 houdt de rekening met de tijdsverschillen. Een uur later in Nederland dan u de afgelopen middag.